19 jaar is hij nog maar nu al wordt Hoesnoe Kokabas de meest talentvolle bokser van ons land genoemd. Sinds 2 weken speelt hij in de sterke Duitse competitie. Hij had redenen genoeg om daarheen te gaan, maar de uitdaging was voor hem de belangrijkste. Ja, dat is de eerste reden, ja. En ja, je hebt nog wel heel veel redenen. Dat ik, in Nederland heb ik niet zoveel tegenstanders. En in Duitsland heb je heel veel tegenstanders en goede tegenstanders om tegen te boksen. En het niveau ligt daar veel hoger dan in Nederland. En ja, en als derde is ja, dat je daar nog iets kan verdienen. En in Nederland is dat niet. Wat doe jij er allemaal voor de boksport? Voor de boksen, ja, heel veel eigenlijk. Ik train, nu train ik bijna 2 keer per dag. En ik ga bijna nooit uit of geen vriendin of zo. Heel veel trainen en heel veel laten en doen. Begeleider van Kokabas is Henny Mandemaker. Volgens de Bosse sportschoolhouder is de carrière van zijn pupil nu al vergelijkbaar met die van Regilio Tuur. Mandemaker legt uit wat de overgang naar Duitsland voor een bokser betekent. Het is toch een stukje erkenning natuurlijk. Hè. Als je daarvoor gevraagd wordt, alleen de betere boksers uit Europa komen de competitie uit. Hij bokst ook bovendien in een zeer goed team met een aantal Olympische kandidaten, waar hij zelf ook naartoe wil. Dus voor zijn niveau te verbeteren is dit eigenlijk ideaal. Waar ligt jouw sterkste kant met boksen? Links, rechts? Mijn rechtse en mijn linkshoek is ook al goed, is snel. Gaat het? Tot slot het weer. Het was een zonnige dag.